Een memorabel televisiemoment was voor mij heel lang geleden. Tom Manders, Doris, nog in zwart-wit. Jongens, help eens even. En een klein meisje wat op zijn schoot zat, zong daar haar eigen Poesie Mouw. Toen werd er de tijd voor genomen. Nu zou dat al lang afgekapt zijn. En na de tweede Poesie Mouw, hup, door, want anders gaan de mensen zeppen. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Voor mij onvergetelijk waren Pipo de Clown en Zwiebertje. Nou, dan nog liever de lucht in. Hallo, vriendjes en vriendinnetjes. We zaten ademloos naar dat beeld te kijken. Zitten jullie allemaal klaar? En het keten, dat kwam pas weer later. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn meest favoriete tv-fragment is een hele serie. Dat is Floris' jeugddrama in zijn oervorm. Ik ben Floris van Rosemont. Het had spanning en avontuur, historie, verrassingen. Alles wat niet in je eigen leven gebeurde, gebeurde in die serie. Dus het was ook een soort van magie, had het, ja. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een van de meest memorabele televisiemomenten vind ik de documentaire Zij moest eerst, die Wiebo van der Linden ooit gemaakt heeft, begin jaren 80. Het moeilijkste moment was dat er altijd voor me verzweeg dat we niet met z'n tweeën weg konden. Het waren twee mensen die besloten hadden euthanasie te plegen. Vervolgens bleek dat na de dood van mevrouw Van Bemmelen, meneer Van Bemmelen de medicijnen helemaal niet ingenomen had. Maar dat hij inmiddels vertrokken was naar het buitenland en daar getrouwd was met een jonge vrouw. Ik moet deze zaak nu in de handen van justitie geven. Hoe? Want ik twijfel. Twijfel je? Ja. Hoezo? Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Zonder Theo en Thea had ik hier niet gestaan. Waar gaat het eigenlijk over? Gaat het eigenlijk over, Kaar? Toen kon ik niet geloven dat echt was. Toen hadden ze allebei allemaal closetrollen op hun hoofd. Wat heb ik nou altijd? En ik was zelf een jaar of 8, 9 of zo. Maar toen dacht ik, oh, dat mensen dit durven. Ja, geweldig. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Het meest onvergetelijke televisiefragment is voor mij een fragment uit De Schreeuw van de Leeuw uit 1992. Hoe lang denk je dat je nog hebt? Nou, ik hoop niet zo lang hoor. AIDS-patiënt René Klein had altijd gedroomd van een carrière in de showbusiness. Dat kwam er eigenlijk niet van, totdat hij in dit programma uiteindelijk toch nog Mr. Blue zong. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. En dat deed hij tegen de klippen op. En Paul de Leeuw stond heel mooi in alle bescheidenheid, roerend en kwetsbaar op de achtergrond. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Ik heb een fragment gekozen uit 2008, het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Dit is een filmpje waarbij de camera alleen maar op Marco van Basten stond. Je kan aan zijn gezicht de hele wedstrijd nog een keer herbeleven. Omdat ik vind dat de NOS al jarenlang structureel fantastisch mooie televisie maakt. En eigenlijk zijn we daar zo aan gewend geraakt dat ze nooit genomineerd worden voor een televisiering. Terwijl ze die eigenlijk wel verdienen. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn meest gedenkwaardige televisiemoment is de inauguratie van Barack Obama als president van Amerika. Hi Barack Hussein Obama. Hij schrijft meteen geschiedenis omdat hij de eerste zwarte president is. Feestelijkheden waren dat in Washington. We gather because we have chosen hope over fear. Dat iedereen bereid was om daar te staan urenlang om dat moment zelf mee te maken. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn favoriete moment is een aflevering van Profiel van de KRO, waarin we zien hoe het Bassie en Adriaan is vergaan. Na bijna 50 jaar samenwerken liggen hun levens ver van elkaar. Bassie die rijdt nog steeds in een busje door het land om op te treden. Een zaterdagmiddag in Den Dolder, een zaterdagavond in Zwolle. En Adriaan die loopt heel troosteloos over een Spaanse boulevard door de regen. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Ik zou graag nog een keer iets terug willen zien van een van die prachtige afleveringen van Zembla. Namelijk die over de bouwfraude.
Het bewijsmateriaal is de schaduwboekhouding van een groot bouwbedrijf. Toch wel zo'n 500 miljoen per jaar. Ja, dat is afschuwelijk veel geld voor zo'n klus. Dit vind ik nou typisch iets voor de publieke omroep. Dat zou nergens anders gemaakt worden. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Onvergetelijke televisie is voor mij bijvoorbeeld de dramaserie Oud Geld. En dat moet ik geloven. Echt de top van de Nederlandse toneelwereld. Op televisie. Hebben jullie ruzie gehad? Wat? Ik neem toch aan dat Splinter dat weet? Ik heb geen invloed meer op het lot van die bank. Dat is absoluut een publieke omroep, ja. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Nou, wat voor mij een onvergetelijk moment is toch wel, is 99. De publieke omroep maakt een hele mooie benefietuitzending voor de slachtoffers van de oorlog in Kosovo. En op een gegeven moment was daar Ilse de Lange. Die komt op, die speelt het prachtige All the Answers. En terwijl ze dat aan het spelen is, gaan die beelden van de oorlog door haar hoofd. En ze houdt het gewoon niet meer. De tranen stromen over haar wangen en het is fantastisch. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Memorabele televisie vind ik bijvoorbeeld ook Keizer en de Boeradvocaten. Nee, daar heb ik genoeg van. Je roept iedereen bij elkaar en wel nu. Alle verhalen kwamen voort uit de Nederlandse advocatuur. Hij kwam keurig op tijd terug in de kliniek. Ik denk dat het heel jammer zou zijn als dit soort originele Nederlandse producten van de buizen zouden verdwijnen. Daar moet je toch niet aan denken. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Onvergetelijk tv-moment voor mij was de finale van de Olympische Spelen van 1972. Basketbal tussen de Sovjet-Unie en Amerika. Het is 50-49 in het voordeel van Amerika. En die Russen die moeten ver gooien. En dit is de overwinning voor Rusland. In die finale werd tot ieders verrassing Amerika verslagen. Met 1 punt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Ik zal het nooit vergeten. Het staat voor eeuwig op mijn netvlies. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Het meest onvergetelijke moment voor mij was de penalty-serie van het Nederlands elftal tijdens Euro 2000. Toen eigenlijk alles misging. Nee, 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 hoe is dit mogelijk? Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Toen schoot iedereen mis. Nou ja, dat was echt een belevenis die ik van mijn langste leven niet zal vergeten. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Ja, voor mij was De Stille Kracht een onvergetelijk moment. De scène waarin Pleunitouw aan het mandien is en ze belaagd wordt door iemand die gif op haar lichaam spuit. Het was spannend, het was exotisch. Ja, ik wist niet dat drama zo spannend kon zijn en ik wist ook niet dat vrouwen zo mooi konden zijn. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een onvergetelijk moment voor mij was De Traan. Ik was op dat moment als NOS-verslaggever in de Nieuwe Kerk. En ik stond op een meter of 20, 25 van het prinselijk paar toen die muziek klonk en de bandoneon speelde. Dat was een mooi moment. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Het programma van Jelle Brand Korstius, van Moskou tot Magadan, dat is voor mij een onvergetelijk tv-programma. De vrouwen blijven minstens een week in het geboortehuis en dan pas zien de mannen hun kind voor het eerst. Het blijft een gekke traditie, maar de Russen lijken het een prima regeling te vinden. Ik vond het een prachtige serie die mij op een andere manier heeft doen nadenken over een land waar ik eigenlijk nog niet geweest was. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Nou, legendarisch was voor mij het moment dat we de actie van Suriname mochten organiseren. Er is overstroming geweest in het binnenland en daarvoor konden we actie doen live vanuit Hotel Arena in Amsterdam. Dit is een benefietavond van de gezamenlijke omroepen. Gaat dat geld wat ingezameld wordt allemaal wel goed terechtkomen? Toen dat gebeurde, hebben we echt binnen 2 dagen het programma gewoon live op tv. En toen zag ik, ja,
De publieke omroep heeft ook hart en dat vond ik mooi. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Onvergetelijk zijn voor mij de filmpjes in Holland Sport. Dat is aandacht, liefde, oog voor detail. En dan dus eigenlijk gaat het om het mooi in beeld brengen, om iets te laten zien, iets te leren zelfs. Pure kunst, schoonheid en sport in zijn essentie. Prachtig. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn favoriete tv-moment was het moment dat Monique Wijnen de allereerste Cap Award won. Winnaar van de Cap Award is Monique Wijnen. Monique! Zij was de winnares. Het was feest. Er was confetti. De hele zaal die stond op en zij zwaaide met haar arm. Ja, het sprak boekdelen. Het was bijzonder. Die emotie van haar, perfect. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Ik heb een heleboel sluitingen, openingen van grote toernooien gedaan, Olympische Spelen. In 2008 heb ik heel erg gespannen naar de ingang van het stadion gekeken. Dat was de binnenkomst van de Nederlandse ploeg. Daar liep mijn eigen kind mee. Ja, daar zijn ze. Ik had al 17 Olympische Spelen meegemaakt, maar dat was de eerste keer dat een kind erbij was. En dat vergeet ik nooit. Dat was vechten tegen tranen. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn favoriete programma is Achterwerk in de Kast. Ik ben Dennis. Ik ben Erik. We gaan het houden over onze cavia. Ik was toen denk ik een jaar of 13, 14. Ze kunnen blaffen. Kijk. Het was helemaal niet van mijn leeftijd bedoeld, maar je kreeg er altijd heel erg de slappe lach van. Omdat het heel ontwapenend was en heel, heel puur eigenlijk. Nou, dat was het. Dag. Dit is het. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn meest gedenkwaardige televisiemoment is Nkosi Johnson, die op een podium staat en een enorme zaal van mensen toespreekt. Op een moment dat hij eigenlijk stervend was. Ik vind het vooral heel sterk omdat hij ja, volwassen mensen wijst op hun verantwoordelijkheden. Om voor kinderen te zorgen, voor mensen die ziek zijn te zorgen. En dat vind ik er heel erg bijzonder aan. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een onwaarschijnlijk fragment is toch wel als Ruben van der Meer de doventolk gaat doen bij Guus Meeuwis. Geef mij nu je angst. Gewoon die blikken in je ogen. Zeggen alles. Guus wist bijna niet meer wat hij moest zingen. Door elkaar nu een dienst bewijzen. Dat is alles. Ja, het is echt top televisie. En dat volledig geïmproviseerd. Zolang ik je niet verlies, vind ik het met jou. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn grappigste moment, althans waar ik nog steeds om moet lachen, is het klokkijken, het leren klokkijken met Arjen Edeveen en Toske Nieterink uit Creatief met Kurk. 1. 2. Omdat het iets is wat je bedenkt, wat je niet uit kan schrijven. 22. 23. En dan moet je het doen en dan weet je dat het onbeduidelijk humor is. 59. 60. Zo, nu jij. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een indrukwekkend moment waren de woorden van Sam. Sam is doof, hij is blind, hij is verlamd, hij ligt aan de beademing. En dit waren zijn woorden. Ik denk dat het vriendelijk. Dat heeft de zin niet. Voor de mensen heb ik. Nu krijg ik. Je zin. Ik moet er bekijken op. Ik moet er. Kijk, hij is prima in staat om te vertellen waarom deze documentaire uitgezonden moest worden. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl.
Een van de grappigste dingen die ook toevallig nu op tv is, is Lucky TV. En dan met name geld lenen met Erik Jan. Ja, hallo. Klantservice met Erik Jan. Goedemiddag, met Wouter. Ik heb een paar kritische vragen over geld lenen. Ja, wat dan? Nou, ik heb hier verschillende offertes voor me en er valt me toch wat op. Oh ja, wat dan? Nou, alles bij elkaar opgeteld lijkt uw offerte toch wel heel voordelig. Ja. Ik vroeg me af hoe dat nou kan. Ja. Dat, omdat, omdat wij van... Ik weet niet, meneer. Ik voel me niet zo lekker. Ja, en... Ik ben helemaal de weg kwijt. Oh, juist. Dank u wel voor uw tijd. Ja, geen dank. Tot ziens. Het is een programma wat niet bij de publieke omroep had kunnen zijn. Want het steekt de draak ook met de commercie. En op wel zo'n grappige manier. Ja, dit is echt hilarisch. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Onvergetelijk moment voor mij is Keuringsdienst van Waarde. Dat ze erachter komen hoe kleine partjes van mandarijntjes ontveld worden. Ontveld? Met gootsteen ontstoppen? Te gek dat ze erachter zijn gekomen. Hoe krijgt u al dat witte spul eraf? Can I drink the acid also? No, it will be not good. Ik vind het hele belangrijke televisie, want daarmee toon je aan van, wacht even, er is meer in de wereld. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Wat ik echt hele goede televisie vind, is 30 minuten van Arjan Edeveen. Gerrie vroeg vaak aan me van, wat zit je dwars? Ik kon nou niet zeggen, je man heeft behoefte om in een rokje te lopen. Als je niet weet dat je de publiek omkijkt, denk je dat je eigenlijk naar een echt verhaal zit te kijken. En hij kan dat zo mooi een verhaal vertellen en zo geestig en zo echt. 9 juni stappen wij in het vliegtuig. Yes! 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 Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een onvergetelijk televisiemoment was voor mij het debat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Dat belooft nog wat te worden. Ja, daar zat iemand die had net die gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en die was buitengewoon vrolijk. En er zaten een paar andere mensen die hadden net diezelfde gemeenteraadsverkiezingen verloren. En daar droop het zaggerijn van het gezicht. Ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende week. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Een onvergetelijk moment voor mij is het moment dat Henk Terlinge ons allemaal midden in de nacht vertelde dat er mensen op de maan zijn geland. We zijn geland op de maan, dames en heren. Laten we in Houston blijven. Die gebeurtenis is onvergetelijk omdat die model staat voor het totale optimisme van de jaren 60. Dit was iets fenomenaals, iets sensationeels en wij waren er getuige van. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl. Mijn favoriete programma van de publieke omroep is van BNN en dat is de Donorshow. Wie krijgt de nier? En het is er zo goed gelukt om te doen alsof het alleen maar om effect ging en dan tak. Wij geven vanavond geen nier weg. Dan heb je het hoogst haalbare gedaan wat je kan doen als televisiemaker. Echt iets doen wat dat doet. Wil je meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl.